Nou, het leven van Jules en Marie. Kort over 6 is het. En er staan gewoon nu al mensen. Inmiddels zijn we al een paar uur verder. Het is mega druk. Buik in. En Marie, ja, heel mooi. Meer naar die kant. Ja. Op een gegeven moment was er een hele groep Chinezen. Die dacht echt dat wij wereldberoemd waren. Eigenlijk kwamen die mensen voor het Colosseum. Maar nu kijken ze alleen maar naar Jules en Marie. Say hello to the camera. Hey. Misschien moet de vrouw gewoon iets meer aan zichzelf denken. In plaats van alleen maar willen zorgen voor de mannen en de kinderen. Welkom bij een nieuwe vlog van Riggers. Wij laten in deze vlog zien al onze behind the shoot scenes van onze Rome locatie. Wat je voornamelijk ziet is hoe wij poseren, hoe wij ons omkleden midden in de straten van Rome. Waar wij onze foto's hebben gemaakt, welke locaties. Onder andere om 6 uur 's ochtends staan we bij de Trevifontein. Dus ben jij benieuwd naar al deze outfits? Ze zijn nu verkrijgbaar in alle winkels en online. Dus like en abonneer en love Riggers. We zijn hier aan het shooten om 6 uur en er staan gewoon al mensen. Ja. Het is ongelooflijk, maar ja, het is wel echt to die for. Hiya! Beetje moe gezicht, maar het wordt wel mooi. Ja, mooi. Ja, mooi, dat bedoel ik, dat is cool. Ja, je voet niet naar binnen zo. Mooi. Kort over 6 is het. En er staan gewoon nu al mensen. Wij dachten het is lekker leeg, maar er staan nog steeds mensen. Hoe mooi. Heel mooi. Buik! Heel mooi. Kun je allebei je benen? Ja, je ziet dat het licht ineens veel mooier is nu. Heel mooi. Troon. Nou, we zijn nu de kerstcollectie aan het zoeken en mijn ogen zijn ook weer glitter. Zodat het matcht en we hebben onze sieraden, oorbellen, alles. We hebben er heel veel zin in om een foto met jullie te delen. En als we dan eenmaal zover zijn, dan moet je je natuurlijk ergens omkleden. En dan vragen wij gewoon aan deze mensen in deze winkel, mogen wij ons even omkleden meneer? Ja, natuurlijk zegt hij. Dus we hebben gewoon lekker onze eigen kleedkamer hier achter deze gecreëerd. Ach ja, als ze er maar leuk uitzien toch? Krijg je altijd gewoon een beetje luxe. Het gaat hartstikke goed. Prachtig weer, leuke meisjes in mijn vizier. Wat een omgeving hier, prachtig. Ja, precies. Mooi. Jules, laat je armen hangen. Ja, ja. Inmiddels zijn we al een paar uur verder. Ja, heel leuk. We zijn aan het shooten. Ja. Het is mega druk. We hebben hier een tas. Ik hou je hoofd weg. Maar hier moet het zo. Ja, leuk. Mooi. Dit, ja, zo. Buik in. Dat en Marie, die ja, is heel mooi. Meer naar die kant, ja, zo. En één arm alleen, je linkerarm omhoog. Dat vind ik ook mooi, ja. Zo. Terug.
We zijn in Rome geweest in mei. En wij vonden het een leuk idee om dit nog met jullie te delen. Aangezien we dit nog niet mochten laten zien omdat de collectie nog niet binnen was. Maar aangezien nu de gehele collectie is uitgeleverd, dachten we misschien is het leuk om te laten zien hoe wij die shoot doen. Wij staan dan om 6 uur 's ochtends op met ons hele team. Harley had 6 uur, we waren 6 uur al bij het Reefontein. Ja, Harley staat als allereerste op, want die make-up dan eerst zichzelf en dan ons. Ieder een uur. En dan Terone, mama en Romee stonden iets later op, maar alsnog heel vroeg hoor. Ja. En dan hebben we eigenlijk de avond van tevoren onze hele backpack gepakt met alle outfits om te shooten. En dan gaan we eigenlijk naar de locaties toe. De locatie heb jij gevonden, hè? Ja, waarvoor Rome? Wij vonden dit wel een hele goede match bij onze aardetinten van de wintercollectie en de kerstcollectie. Vonden we ook gaaf met die mooie metalen panden en gebouwen die er stonden. En een Treefontein wilden we altijd een keer heen om te shooten. En het was echt mega druk, vandaar dat we zo vroeg eigenlijk op de locaties waren. We hadden niet gedacht dat het zo druk zou zijn. In Parijs stonden we ook zo vroeg op en dan konden we de Eiffeltoren fotograferen op 10.000 plekken eigenlijk. Overal waar je een beetje staat. Ik heb hem wel op de achtergrond. Ja. Maar we waren vergeten, bij Treefontein kan je maar op 1 plek staan. En dan heb je eigenlijk de Treefontein op beeld. En dat is het. En er kwam ook geen zon mooi door. Dus we waren wel heel blij met de foto's, maar niet zo divers als onze andere shoots geweest. Aangezien je niet heel veel keuze had. Omdat er dus maar 1 plek was bij de Treefontein, stonden er om 6 uur 's ochtends echt al koppeltjes, bruidsparen, bloggers, vloggers, denk ik ook allemaal. Al mensen die op vakantie waren met als koppeltjes. Ook met tassen vol auto's fotograferen. Dus dat hadden wij in Parijs minder. En in Rome hadden we dat best vaak. Ja. En toen hebben we, eenmaal als je dan aan het shooten bent, meestal van 7 tot 11 of zoiets. Of 7 tot 10. Iets korter. Ja, iets korter. Anders is, het licht was anders echt te veel overdag. Of het werd te druk. Ja. Dus we hebben overdag gewoon lekker een backpack meegenomen op straat gaan shooten. En meer met de looks die je al op Instagram voorbij hebt zien komen. Wat gewoon al in de winkels was. Mijn favoriete item is zeker van de kerstcollectie. De gouden lange jurk. En ook de foto meteen bij de Treefontein. Die vond ik heel mooi van mezelf. Oh my god. Sorry, mijn Frankie loopt hier los. We hebben hier dus alles afgezet, zodat je hondjes niet weg kunnen lopen. En we zien een beetje Frankie hier lopen. En denken, hoe kan dat? Sorry, Frankie was ontsnapt. En deze balustrade achter ons. Je zag hem niet, hè? Geen glas in. Dus als je daar afvalt, dan... Oké, sorry. Wat is onze favoriete foto en favoriete item van deze shoot geweest? Voor mij is het zeker de kerstcollectie jurk, die lange met zwart goud of zwart zilver. Die foto vond ik van ons samen heel erg leuk. En überhaupt, omdat we voor het eerst een kerstcollectie hebben. Mijn favoriete item is echt wel de ruffelvest van dit seizoen. Ja, met het ritje. En helemaal die crème foto van mij met dat crème achtergrond was echt één crème palet. Dat is bij het Treefontein. Ja, dat is weer twee. Eigenlijk gewoon alle locaties wel leuk om te shooten. Alleen we zijn nu naar ons beach shoot geweest en dat vonden we de allerleukste shoot. Daar kun je zoveel leuke dingen doen en foto's maken. Dus dit gaan we ook heel snel delen. En wanneer we het gaan delen is eind november. Eind november. Ah. Wij zijn aan het shooten bij het Colosseum en ik heb de nieuwe Reinersjas aan. Very pretty. Ben je Kim K? Ben jij soms Kim K? Harley heeft helemaal make-up gedaan. Love it! Dat is koud, hè? So pretty, hè? Wel mooi, vind je? Mooi. Sleep. Ja, dit is weer heel mooi. Ga je je knieën naar mij toe doen? Maar dat je zo plat doet. Ja, zo ja. Ja, mooi. Hetzelfde kruisje. Ja, en dan mooi iets ingedraaid zitten naast elkaar. Ja, jij iets daarvoor? Heel mooi. Oh, super, beeld schoon. Mag ook veel schoenen naar de top, hè? Ja. Ja, mooi. Oké, Marie erbij? Mooi. Mooi. Alleen wel de knie van Marie voor de knie van Jules, maar dat is... Maar die kun jij knieën? Ja, nee, dat is moeilijk. Ga liggen, schat. Maar doe het juist anders dan, hè? Als je bloed ziet. Ja, dit is mooi. Ja, mooi. Hier in de kamer kijken. Bij het Colosseum. Dus we gaan nu op de foto. Zou ik even filmen? En er stond net een hele groep Chinezen, dus dat was wel leuk. Die wilden allemaal op de foto met ons. En ik zou ze even filmen. Ze staan er nog steeds een beetje. Mama zit nog steeds met ze te kletsen. Ze zijn niet aan voor het Colosseum, maar nu zijn ze. En ze gaan nog steeds kijken naar Chili Marie. Hoezo voor het Colosseum? Ja, sorry. Nu sta ik in de weg. Oh, wat een giller. Eigenlijk kwamen die mensen voor het Colosseum, maar nu kijken ze alleen maar naar Chili Marie.
Vind je lekker, mam? Wat een gezelligheid hier. Hij was echt lekker. Met alles op de foto. Oh, die mensen. Say hello to the camera. Hey. Er waren ook heel veel mensen die gingen foto's maken van ons en die gingen kijken. Wat vond jij vervelender? Dat mensen echt foto's gingen kijken of omkleden op straat? Nou, omkleden op straat vind ik geen één probleem. Kom niet. We hoorden nu wel dat in Rome is afgeschaft bij het Tree Fontein, want er zoveel mensen doen. Ja, ik vind het meer vervelend dat mensen, op een gegeven moment was er een hele groep Chinezen en die dachten echt dat wij wereldberoemd waren. Door die pruiken. Door die pruiken en toen we daar op zo, bij de Colosseum stonden op een verhoging, helemaal in de make-up. Dus die wilden toen heel lang praten. Dus heel veel mensen willen heel vaak een gesprekje voeren, maar hebben dan niet door dat jij heel snel wat shooten, dan ten eerste mag het niet. Dus je moet wel heel erg goed uitkijken waar je shoot, dus wil je gewoon snel door. En die mensen gaan dan ook af en toe dan naast je staan of achter je staan en dat verpesten ze eigenlijk foto. Wij wilden natuurlijk zo min mogelijk foto's om te photoshoppen, maar uiteindelijk hebben we niet zoveel photoshoppen. Zo min mogelijk mensen. Ja, zo min mogelijk mensen. Zo min mogelijk foto's. Oh! Om maar uit te shoppen. Dus eigenlijk... Maar het op straat omkleden vind ik niet zo erg. Ja, Romee gaat omheen staan met Harley met een vest of zo van de winter. En ergens in een hoekje en heel snel. We zijn er inmiddels echt pro's in geworden. Romee was wel heel erg in shock. Die dacht echt van, doen jullie dit altijd? Zo gewoon midden op straat, terwijl je zoveel mensen om ons heen hebben. En jullie denken ook, zie je wat op de foto's, zie je dat natuurlijk niet. Maar er was zoveel mensen om ons heen. Toen dachten we, oké, het is wel een beetje gelijk. Toen zijn we in een schoenenwinkel gaan omkleden. Dat mocht gelukkig van die eigenaar. Dus dat heeft wel echt een beetje ons gered. We zijn nu weer aan het shooten. Jules heeft onze RR pak aan. Met onze Reiners beltback. En deze prachtige schoenen. Ja, Jules en Marie staan midden op de weg. Maar hoe mooi is dit? Iedereen is ook aan het kijken. Iedereen kijkt naar ze. Gaan stilstaan. Gaan ook foto's maken. Maar hoe mooi in dit licht. Met die auto's allemaal. Af en toe komt er een mooi scootertje langs. Nou, deze dan niet zo. Mooi hè? Nou, het leven van Jules en Marie is best wel heftig. In de volle zon en een pruik op je hoofd en mensen om je heen. Ongelooflijk. Intussen gaat Marie gewoon vrolijk door. Af en toe met één oog op het verkeer. Het is natuurlijk best wel gevaarlijk. Maar assistenties aanwezig, het komt helemaal goed. Het is geweldig weer. De mannen gaan er zelf nadoen. Kijk eens hoe leuk. We hebben ook nog fans. Toch dan? Fans? Niet normaal, overal fanclub. Heerlijk. Wij zijn weer aan het shooten in de drukte. De nieuwe collectie. Alle mensen om ons heen. Oh, niet normaal. En daar achter kleden ons om. Midden op het plein. Ik zit hier te wachten in mijn nieuwe look. En ik draag vandaag de Romania ruffeltop met Romania pants. Super cute! Oh, zeg ik het zelf. Bye. Komt-ie. Hoe gaat het met de voorbereiding van onze modeshop? Onwijs hectisch, vind ik het. Nou, echt? Nou ja, ik heb nu best wel stress, het over minder dan 2 weekjes. We hebben bijna alles al geregeld, we hebben superleuke modellen, dus het scheelt wel. Dat is echt wel heel erg leuk. We hebben hele leuke performance van artiesten, dit gaan we volgende week bekendmaken. Nog niet in deze. Dat is inderdaad ook wel heel leuk. Heel veel leuke bekende modellen, artiesten. Het thema is geweldig, maar dat kunnen we niet zeggen aangezien het ook een nieuwe collectie gerelateerd is. Nee, klopt. En de locatie, encore. Eigenlijk, nee. Wacht, laat opnieuw. Eigenlijk gaat alles best heel goed. We hebben tot nu toe alles geregeld. Alleen de sets moeten we nog in volgorde doen voor de modellen. Ja, en de kleding. En we mogen een dag van tevoren alle kleding ophangen en de rekken brengen. Dus dat is echt wel heel fijn. Dat is de dag zelf al veel minder stress. Ja, klopt. En we hebben voor het eerst een afterparty. Waar jullie dus kaartjes voor kunnen kopen. We gaan dit maandag online zetten. Dus als je deze vlog bekijkt is het morgen. Dus je moet er echt even snel bij zijn. Want we hebben maar 200 kaarten in de verkoop. Ja, en je denkt, oh, dat is veel. Maar we hebben al zoveel respons gehad dat je echt dus heel snel moet zijn met kaart kopen. Het is super leuk om
met je vriendinnen deze avond te komen. Het wordt echt een feestje. Hij zorgt voor een leuk welkomstdrankje, een goodiebag. Er zijn dus een heel leuk artiest is aanwezig, een vrouwelijk artiest. Er komt een taart. Nou, er is in ieder geval genoeg te doen. En je kan dus een sneak peek op onze nieuwe collectie hebben. Als eerste. En je danst gewoon met ons, onze modellen. Je beleeft een beetje het hele reine sfeertje hoe het normaal is met de show. Ja. Dus je ziet niet de fashion show, maar we hebben er wel beamers hangen en beelden. En wij hebben artiesten. Allemaal nieuwe collecties aan. Dus je hebt wel de eerste die een sneak peek heeft van onze collectie. Het kaartje is €50 verkoop. En er zit dan een welkomstdrankje bij en een goodiebag voor Rijn. Dus met onder andere hele leuke artikelen, wat we normaal gesproken ook niet weggeven. En er komt ook een artiest op zee, dus je betaalt ook een taart, muziek. Dus je betaalt gewoon echt voor een heel leuk avondje uit. Voor een Rijnersfeest. Half 11 tot 1 uur. Dus wil jij hierbij zijn, hou onze Instagram in de gaten en onze website, want dit wordt soon gedropt. Very soon. Omdat deze vlog niet al te lang duurt, aangezien we niet heel veel hebben opgenomen, maar volgende week zal het weer een hele lange vlog worden, hebben we aan jullie kijkers thuis gevraagd via Instagram of jullie nog vragen voor ons hadden. En dat wilden we met jullie beantwoorden. We hadden onder andere een paar geselecteerde dat wij een leuke vraag vonden. We beginnen met Haafke 2284. Haafke. Wat vinden jullie van het straatbeeld hoe vrouwen en meisjes zich kleden? Ik denk dat ze wel gewoon Nederland bedoelt. Ja, ik vind in Nederland het vrij saai. Maar als snel als je bijvoorbeeld naar Amerika gaat of naar Dubai gaat, daar zijn alle mensen sowieso heel chic gekleed. Allemaal ook op een top verzorgd in de make-up. En dan gefeund haar. Tot. In LA dan het gefeunde haar en noem maar op. Dus ik vind toch wel dat het Nederlands wel heel makkelijk denkt. Helemaal af en toe de moeders. Die zijn af en toe echt zijn haar vast, kort geknipt. Geen nagellakje, geen make-upje. Krijgen ze er heel veel haat? Nee, maar ik vind gewoon ook als je mama bent, kan je het gewoon, onze mama zich ook altijd heel mooi verzorgen. Ja, we vinden gewoon dat de Nederlands iets beter zich best gewoon moeten doen. Misschien moet de vrouw gewoon iets meer aan zichzelf denken. In plaats van alleen maar willen zorgen voor de man en de kinderen. Ja. Dus over het algemeen vind ik het straatbeeld in Nederland prima. Maar als ik bijvoorbeeld naar Ibiza ga, naar Leo zie je zoveel mooie mensen. En dan ga je zelf ook gewoon veel meer opgedofter en hakken en mooie jurkjes aan doen. Dat dus ik wel. Zal zelf ook niet in Nederland zo snel de uitvinding bij Leo werken. Het ligt eraan. Zoals als je gewoon leuk naar Amsterdam een dagje weg gaat winkelen. Daar zien de mensen er echt wel leuk uit. Heel veel ook niet. Maar ja, dus het ligt ook een beetje aan het straatbeeld waar op welke plek. Ja, ik denk in Amsterdam dat het nog wel het hipst is. Dan hier in Zandvoort. Oh, stinky, die hebben we moe. Volgende vraag is van... Volgende vraag is van... Amee Weber. Gaan jullie ooit een eigen meet and greet organiseren? Is een hele leuke vraag. We hadden eigenlijk dit nog niet in de planning staan. Aangezien we niet wisten dat er een vraag naar was. Dus als we ooit een eigen meet and greet zullen organiseren, zou het wel op onze hoofdkantoor zijn in Zandvoort. Dat denk ik ook. Misschien leuk in de zomer een keer met een leuk borreltje. En dan een hoofdtour. En dat Romee de catering kan verzorgen. Ja, eigenlijk nooit over nagedacht, maar als hier animo voor is, of dat mensen zeggen van ik vind het echt heel erg leuk. Laat dan eventjes weten, is geen leeftijd gebonden denk ik gewoon. Nee, dat dus kunnen we ons inderdaad ons een office tour geven wat wij doen. Misschien wel een leuke sneak peek van dan de nieuwste collectie in mei. Ja, misschien wel een heel leuk idee van jullie. Alleen aankomende mei is weer heel druk hier in Zandvoort door de formule, maar misschien ooit. Al eten. Jij bent er mij, ja. Oh, wat erg. Het komt echt een stinky. Het ligt zo lekker bij me. Dan kijk even zitten. Ja. Oh, even een kusje. Ik krijg een heel... Cheryl, kom op. Virginia, XXX. Komt er ook al kleding voor de allerkleinste, dus 0 tot 1 jaar? Ja! Ja, ik denk wel dat het moment pas komt als we zelf kinderen krijgen. Omdat we dan, nu maken we alles zelf wat we missen in de mode eigenlijk bij Reiners. Dus ik denk als we zelf kindjes hebben, dat we dan heel snel denken van shit, dit is er niet, dat handig, is niet. Dat heb ik nodig. We hebben natuurlijk ook geen idee wat allemaal precies het beste is voor je kindje. Ja, of je bijvoorbeeld een robbertje moet maken met, ik denk dus met drukknopje. Misschien zegt iemand anders wel, nee, je moet het met klittenband. Deze manier doen. Nee, geen klittenband trouwens. Knip het niet eruit als je... Nee, dus ik weet er wel iets over kinderkleding, maar omdat we zelf geen kinderen hebben, weet het ook niet. Nee, maar ik bedoel, echt kleintjes, 0 tot 1, mag je geen gebruik maken van lusjes, ja, ritjes. Dus ook wel echt allemaal wel voor stikgevaar en noem maar op. Geen steentjes, denk ik volgens mij ook. Dan moeten wij ons iets meer in verdiepen voordat we het überhaupt gaan doen. Ik heb nu wel eentje nog van onze fan, Love Reinders. Waar kan ik jullie voor wakker maken? Mij kan je wakker maken voor hamburgers. Sowieso. Hamburgers met heel veel kaas en mayonaise, anders niet. Nou, mij kan je wel wakker maken echt voor truffel. Truffel sushi, truffel saus, truffel pasta. Nee, ik weet waar ik daar wakker maak. Smash potatoes met truffel. Smash potato truffels. Ja. Ja, dat is echt mijn all-time favorite. Ik ben wel blij dat ik het niet thuis maak. Ik wil het wel echt, want dat is echt heel vakanties en zakenflipjes. Ik heb altijd
mashed potatoes. Ook in Ibiza. Dat is toch echt wel waar jouw pakken van kan maken. Ook in de vroege ochtend als je de lijkt truffel? Ja, maakt niet uit. Wat wij volgende week doen, ik moet weer een dagje naar Liverpool van Mike. Dus misschien dat ik dat nu dit keer de vroegkamer mee kan nemen, dat laat zien. Oh ja, en je gaat een shoot doen met Cooper. Oh ja, ik ga een shoot doen met Cooper met Mike. En ik ga nog niet te veel over vertellen. We hebben een super gaaf idee. Dus dat zal ik ook meenemen voor jullie en ook allemaal filmen. Maar misschien heb ik het al gepost voordat deze vroegkamer komt. Denk ik, voor volgende week zondag. Kan je niet wachten? Ja, misschien niet. Misschien als Cooper heel snel iets bewerkt en een hele mooie kan niet wachten. We gaan samen als koppel een fotootje doen, omdat we dat gewoon heel leuk vinden. Omdat we nu nog jong zijn en er nog wel goed gewoon, uitzien. Ook een groot moment willen vastliggen, toch? Samen. Ja, dus voor later. En ik ben nu bezig, zoals jullie weten, met een nieuwe huis. Misschien is het wel leuk om dat mooi... Ja, heel veel mensen vroegen ook jouw house tour. Dus misschien dat je dat ook kan laten zien in de volgende week vlog. Ga ik doen. We hebben heel veel vragen over onze haarroutines en make-up. Dus misschien dat we volgende week even onze house tours gaan geven. Walk-in klasse tour. Of onze tassen, schoenen. Tassen, schoenen collectie. Dus als jullie dat leuk lijkt... Stuur je ideeën door. Dus like en abonneer en love. Love Rijders.